SABIC heeft haar nominatie te danken aan een brede lokale samenwerking in Bergen op Zoom om het wegtransport drastisch terug te brengen. Want het is stil rond de locatie van de Chemie Reus. Dat kan niet worden gezegd van de Markiezaad Container Terminal een eindje verderop. Alle containers worden nu verplaatst door de binnenvaart. Vroeger ging al het transport over de weg. Dat is natuurlijk het verschil. Dus al die 8000 containers alleen al voor ons bedrijf die niet meer op de weg komen, is natuurlijk gewoon een geweldige besparing van kilometer transport over de weg. En door de brede samenwerking worden bovendien nog maar weinig containers leeg verscheept. Zo kan het zijn dat een binnenkomende container met kopieerapparaten weer vertrekt met chemicaliën van SABIC, met een veel betere bezetting tot gevolg. Op basis van de zeer open en transparante manier waarop wij met elkaar zijn omgegaan, steeds weer aan diezelfde tafel, eigenlijk in een helikopter, boven Bergen op Zoom gaan vliegen, hebben we gekeken hoe die goederenstromen zich bewegen. En toen we allemaal tot de conclusie kwamen dat dat beter en slimmer kon, toen waren we eigenlijk snel het met elkaar eens. In 2011 zorgde de terminal voor een hergebruikpercentage van maar liefst 75%. Vergeleken met wegtransport levert het project een CO2-besparing van 1275 ton per jaar op voor de deelnemende bedrijven in Bergen op Zoom. Bovendien is varen veel veiliger. En files? Die behoren tot het verleden. De kracht van het project is dat de som der delen meer is dan iedereen apart had kunnen bereiken.